Het is gewoon fijn dat we nu in een heel kort tijdsbestek, na snel schakelen, een oplossing hebben gevonden voor de mantelzorgondersteuning voor de mensen in Almelo. Ja, nou goed, wij hebben toen we het lazen in de krant onze belangstelling gemeld. Alleen al om het feit van dat wij vinden dat het zoiets niet verloren mag gaan. Wij vinden ook dat het vrijwilligerswerk wat ze doen prachtig is. Het is ook in de lijn zoals wij dat hebben. En in het verleden bleek ook wel, afgelopen jaar hebben we heel veel samengewerkt op projecten. Projecten met vervoer, met kinderen met een autisme, dus respijtzorg. Ja, we hebben altijd een fantastische samenwerking gehad. Ik vind ook dat beide organisaties bij elkaar passen. En ik vind de informele zorg altijd een prachtige, innovatieve organisatie. Nou, dat vind ik eigenlijk, mag je misschien niet zeggen over jezelf, maar dat vind ik van de club ook. Wij zijn echt ook zeer innovatief, maar ook zijn bij ons ook vrijwilligers aan het roer en doen het werk. Ja, dat zie je daar ook. Dus we houden een beetje van die organisatie en andersom was dat ook het geval. We hebben op enig moment natuurlijk contact gehad met de curator en die zoekt dan naar een organisatie die bijvoorbeeld bereid is om een doorstart te maken. Nou, vervolgens ga je dan met elkaar in gesprek en daar komt een voorstel uit. En dan is het aan ons en aan de andere gemeenten om dat voorstel, om daar wat van te vinden. En daar vond u eigenlijk niet helemaal wat van? Exact. En we hebben daar twee argumenten aan ten grondslag gelegd. Namelijk de eerste, het is dat wij vinden dat gewoon een ideale doelstelling van een stichting als de Stichting Informele Zorg Twente. En aan de andere kant een organisatie, een investeringsmaatschappij met toch een winstoogmerk, dat niet goed met elkaar te matchen valt. En daarnaast, en dat heb ik ook als zodanig in de media geroepen, hebben we ook gezien, de Stichting Informele Zorg Twente was failliet. Hè, op het moment dat je daar bijvoorbeeld een kapitaalinjectie in doet, dan betekent het toch dat als je dan niks verandert aan de bedrijfsvoering, hè, en alles blijft zoals het is, dan ga je daar geld in pompen. En dat is niet goed, want het is wel gemeenschapsgeld en dat moet doelmatig besteed worden. En uiteindelijk, er moet een goede oplossing komen voor die mantelzorgers.